Het derde land op de vergeten lijst is Colombia. In deze videoreeks staan wij stil bij 5 vergeten crisissen. 5 landen waar je normaal niks in de media over leest of hoort, maar wel waar er ernstige nood is. Een land wat verscheurd was door een burgeroorlog en een langdurig conflict. Inmiddels is dat conflict bijgelegd, maar de wapens zijn er nog steeds. Het geweld is er nog steeds. En de mensen lijden eronder en voelen zich onveilig en zijn onveilig. Colombia staat wel bekend bij ons om zijn prachtige regenwoud, zijn kleurrijke dorpjes en zijn hoge palmbomen. Maar onder die bomen slapen mensen op straat, hebben mensen honger. 1/3 van de bevolking leeft onder die armoedegrens. Bovenop de vluchtelingen in Colombia zelf zijn er nog eens 1 miljoen vluchtelingen bijgekomen uit Venezuela. Mensen die daar de economische crisis en de politieke crisis zijn ontvlucht. En die een veilig heen komen zoeken in Colombia zelf. En daar weer te lijden hebben onder onveiligheid. En ook zelfs mensenhandel, mensensmokkel. Vrouwen worden ingezet voor de prostitutie. Kinderen moeten bedelen. De mensen leven in vluchtelingenkampen of op straat. Wat ook weer een goede voedingsbodem is voor het coronavirus. Samen kunnen we hier wat aan doen. Helpt u ook mee? Kijk dan op zoa.nl/devergetenlijst.